Ja, meneer Brusselmans, hier hebben ze de verdachte van de steekpartij opgepakt. Kan u eens beschrijven wat u juist hebt gezien? Wat ik juist heb gezien, dat was, ik was boven mijn werk aan het doen. En in één keer komt die een politiewagen met gierende banden en zijn lichten vol een bak op. Ik zeg, wat is dat? En ik kom boven voor de venster zien. En met een andere wordt er iemand van zijn fiets geduwd en die komt hier te liggen. En ze hebben die een overmeesterd, moet ik zeggen. Ze hebben beginnen vechten tegen die kerel. Die kerel was weespannig. Dan hebben ze zijn broek afgetrokken, dat hij niet meer zou kunnen lopen. En zijn hand over zijn hoofd getrokken. En dan hebben ze zijn pull omhoog gedaan. En dan heb ik gezien dat een kogelvrije vest aan had. En achter mijn auto daar stond een rugzak, waar dat duidelijk een mes in te zien was. En een bijl en andere kleren. En ik zeg het, als die ene wagen van de politie hier toegekomen is, twee keer met mijn ogen geflikkerd, dan stond er misschien 25 politiewagens. Maar ik denk dat de persoon zelf, een Rosto van Haar, was behoorlijk bleek. Dat hem gesminkt was, kan ik eigenlijk niet zeggen, maar volgens mij was het een heel wittekes. En dan hebben ze hem in een ambulance gestoken en zijn er mee weggereden. Het was wel een hele jonge gast. Ik denk, ik kan ernaast zitten, maar 20, 21 jaar. Ouders dan volgens mij niet zijn. En na die korte schermutseling hier was hem tamelijk rustig. Niemand verwacht dat eigenlijk. En dan zeker als er een kindjes bij betrokken zijn. Het is erg. Hier is dan nog een meneer toegekomen. Ik denk een ouder van een van die kindjes of misschien de echtgenoot van die mevrouw. Dat slachtoffer die was compleet onder de sloef gelopen. Die een bieberen uit zijn vel. Die hebben ze ook moeten tegenhouden. Want die was in staat van iets ernstigs te doen met een dader eigenlijk.